De 8-jarige Milo Huygen is door de Popschool Den Haag uitgeroepen tot beste singer-songwriter van Den Haag. Met de winst van deze muziekwedstrijd verzekerde Milo zich van een plekje in de programmering van Parkpop op 26 juni aanstaande. Nou, ik had het eigenlijk niet voorgesteld, want ik ben natuurlijk de jongste deelnemer. Milo overtuigde zowel de jury als het publiek met haar Nederlandstalige liedjes over wat een 8-jarige zoal bezighoudt, zoals vlinders, vriendjes en natuurlijk zingen. Ze weet nog niet welk nummer ze gaat zingen op Parkpop. Dat weet ik niet, maar als ik mijn nieuwste nummer afkrijg, dan wil ik die graag zingen. Ja, want het is wel heel goed dat jij 8 jaar bent en dat jij al zelf je nummer schrijft. Hoe kom je aan die inspiratie? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk van mijn moeder, omdat die ook heeft gezongen in een vrouwengevangenis. En dat ik dan van haar heb. Ik hou van zingen. Ben je trots op je vriendin? Ja, ik ben super trots op mijn vriendin. En ik had het ook helemaal niet verwacht. Ik was gewoon eerst schaamd, omdat ik dacht dat haar lerares op de piano kwam. Toen dacht ik dat ze dat niet deed. Maar dat was echt schitterend. Dus ik had het echt helemaal niet verwacht. De muziekwedstrijd werd georganiseerd door Popschool Den Haag en Cultuurschakel. We merkten dat er in Den Haag op dit moment zoveel goede singer-songwriters zijn. En wij dachten, want dit is eigenlijk dus beste singer-songwriter van Centrum Den Haag. Dus we dachten, ook in deze wijk, waar Popschool Den Haag, waar ik dan voor werk gevestigd is, wilden wij eens kijken van wie is hier nou eigenlijk de beste? Wie schrijft hier gewoon de beste liedjes? En dat gaan we vanavond horen. It's been 7 years since I decided on fate. Took my body out of town, left my heart in that state. Volgens de Popschool is er landelijk een kliekje van singer-songwriters en die uit Den Haag zijn minstens even goed, maar daar hoor je nauwelijks iets over. De Popschool probeert het lokale talent nu juist naar een groter publiek te brengen.